Voor andere tijden sport over naar het Olympisch Stadion in Amsterdam. Het is niets minder dan een schaatsrevolutie. In 1987 is Tialf overdekt en voor het eerst wordt een wereldkampioenschap schaatsen binnengehouden. Het regent records en het geluid van het juichende publiek klinkt als een overvliegende straaljager. Kippenvel, chaos en angst voor een heizeldrama. Nee, Speedway wordt gereden. De openingen zijn mooi hoor. Onder de 10. Ze breken de tent nu af hier al. Herrie, geluid, een muur. Hup, het is, ja, het was grandioos, grandioos. Toen dachten we nog wel eens terug aan dat heizeldrama. Leo Visser kruist over Guljajev heen. Goh, jongens, die hadden wel door je kunnen vallen. Het doet pijn, dat lichaam, die benen, alles protesteert. Vijfentwintig jaar staat hier nu, het overdekte Tialf. En daarmee heeft het stadion volgens velen zijn langste tijd gehad. Maar of er een nieuw Tialf gaat komen is nog lang niet zeker. Indoor schaatsen, nu weten we niet beter. Tot 1966 glijden ze in Heerenveen op natuurijs. En dan pas komt er een kunstijsbaan. Jan Bols vergeet er te wisselen. Art en Casey nemen de Noorse winnaar Dag Fornes op de schouders. En in 1980 viert Hilbert van der Duim het laatste wereldkampioenschap in de openlucht van Heerenveen. Schaatsen is dan romantiek. Bochten met sneeuwrandjes, diep gaan tegen de wind in. Dan wordt het februari 1987. Tialf heeft een dak boven het ijs. Het eerste wereldkampioenschap schaatsen in een hal gaat beginnen. De verwachtingen zijn hoog gespannen. Zal indoor Tialf sneller zijn dan de supersnelle en hooggelegen Sovjet-recordbaan in Alma-Ata? De Nederlandse ploeg van coach Henk Gemser bestaat uit titelverdediger Hein Vergeer en de jonge honden Leo Visser, Gerard Kemkers en Henry Kraaienbos. Er zijn veel vragen. Kunnen de 16.000 gelukkigen die een kaartje hebben bemachtigd er allemaal wel in? En wat zal de invloed zijn van al die dampende, rokende en schreeuwende mensen op het ijs en op de rijders? Geen mens die het weet. Wij zaten in Sneek en we waren met 45 man naar dit toernooi. We zijn dus vanuit de bus hier dit pad afgelopen. En hier aankomende stond een heel groot hek. Ja, ja. En daar stonden drommen met mensen te wachten op dat de poort open ging. Ik kan me herinneren, we hebben hier toen ook 5 jaar moeten wachten op een WK. Dus dat was het eerst al, dat er 5 jaar lang geen WK was geweest in Nederland. En ja, het was de eerste keer overdekt natuurlijk. Wat zou de baan gaan doen natuurlijk? Wat gaat de baan doen? Hoge verwachting, maar onzeker. Wij konden alle lucht naar buiten brengen met het kanaal die daarboven zit. We konden verse lucht naar binnen brengen via die kanalen. Kijk, de verse lucht voor de mensen, dat was gesneden koek. Dat was in andere gebouwen was dat ook wel gebeurd. De temperatuur waren we ook niet bang voor. Alleen, hoe snel slaat het ijs aan? Ja. En hoe had het publiek daar invloed op dan? Natte kleding. Oh ja? Ja, adem. En dat kon je niet allemaal berekenen? Dat wist je niet van tevoren? Je weet niet wat de buitenomstandigheden zijn. Is er mist? Is er sneeuw? Is er regen? Is het koud? Is het warm? Dat is eigenlijk een factor die nog niet iedereen kan inschatten. Of eigenlijk niemand. Kijk, we weten niet hoe de hal zich houdt als er al een paar uur 16.500 man in zitten. En of het ijs dan goed blijft. Dat zou moeten blijken. Het beeld wat voor ons lag, dat was een competitie waarin iedereen gelijke omstandigheden had. Zonder wind, met mooi ijs. En ik was een schaatser die het wel moest hebben van mijn techniek. Ik vond het niet echt leuk als het sneeuwde of regende. En ik was ook de eerste die riep dat we de 10 kilometer maar een 3 kilometer maken als het slecht weer was. Ik kwam tekort op de 500 en de 1500 meter voor een heel goed klassement. Dus ik had nog niet de overtuiging op dat moment dat ik een toernooi zou kunnen winnen. Hein wel.
Ja, die had al 2 of 4 gewonnen. 2 WK's en 2 EK's. Dus logisch dat je dan de overtuiging hebt dat je, als je daar geroken hebt, dan denk je van dat wil je continueren. Wat waren uw verwachtingen? Winnen. 5 gulden, jongens, de laatste. Rode en blauwe. En wit ertussenin. We wilden allemaal vooraan staan. Want het was het eerste indoor toernooi. En ja, je wilde vooral met je neus staan, op het ijs zo'n beetje staan. Dus het was echt een run te vergelijken met als de kooi open gaat met de Elfstedentocht, als ze allemaal naar de Zwetten moeten rennen. Daar kan je het eigenlijk wel een beetje mee vergelijken. Hier stond hij in Noorden. Ja. Met dat tafeltje. Hier en zo? Ja. Hier? Ja. Een mooi plekje eigenlijk. Wat viel op toen jullie het stadion binnenkwamen? Nou, in ieder geval al de massa mensen die in de bochten stonden. En alles wat stond te zingen en te dansen was echt imponerend. Ja, hier was dat, hè? Alles al vol stond en toen zijn we hier gaan zoeken. Ja, maar ja. Hier stond allemaal mensen. Hier de hele staantribune vol, maar ook hier 3-4 rijen dik. Ze zagen niks. Helemaal niks. Je zag eigenlijk geen schaatsbaan. Het was gewoon van alleen maar de achterkant van allemaal mensen die hier al stonden. Je ziet dus niks. Je mist in feite alles. Je komt voor niks. Een staanplaats. Maar je hebt hier wel een staanplaats, maar je ziet dus niks. Dus je bent eigenlijk in feite niet bedonderd, maar toch bedonderd. Ik vind het een grof schandaal wat hier gebeurt. Hier wordt gewoon te veel kaarten verkocht. En als dit hetzelfde zou gebeuren in het Olympisch Stadion, in het Feyenoordstadion, wordt het afgebroken. Ze hebben het geluk dat het schaatspubliek is. Jullie waren boos, neem ik aan. Ja, wij waren hartstikke boos. Schrikkelijk. En ik dacht, ik ga dat wel hier duidelijk maken. Maar toen ik hier kwam, zag ik nog veel meer mensen die eigenlijk nog veel bozer waren dan ik. Want er werd gewoon, je moest opletten. Het hoefde niet veel te gebeuren of het liep gewoon uit de hand. Ja. Zo boos waren mensen wel. Het barsten van de mensen. Hè. Echt, het barsten van de mensen. En we waren, en de jongens, die waren zo populair. Henk zei, jullie moeten het middenterrein op, je moet je laten zien. En dat we met z'n allen het middenterrein gingen. En dat we naast elkaar stonden. En dat we elkaar niet konden verstaan. Er was zo ontzettend veel geluid. Dit hadden wij nog nooit gezien. Iedereen was stil. Was dat de spanning? Het is pure spanning. Je voelde de spanning om je heen. Ja, niemand wist wat er ging gebeuren natuurlijk. Ja. Eerste start is een feit. Weggeschoten door starter Saka Santema. Zijn Guljajev en Silk begonnen aan het toernooi om het wereldkampioenschap 1987. De eerste opening gaat voor de Rus in 10-2. En Silk deed er 0,2 van een seconde langer over. 10-2 is een mooie opening. En we zijn bijzonder benieuwd naar de eerste eindtijden. Want de eindtijd van Guljajev zal meteen een indicatie kunnen zijn over de mogelijkheden van deze baan gedurende deze dag. Silk op achterstand gereden, komt heel ruim uit die laatste binnenbocht. Maar komt op het laatste stuk dan toch nog weer redelijk in het spoor. En Guljajev gaat de eerste tijd neerzetten. En het is een goede tijd, zeg. Goedemorgen. 37,24. 37,24. Een evenaring van het wereldrecord op laaglandbanen. Dat staat op naam van Sjelesovski. En dat knalt die Guljajev er in één keer uit in de eerste rit. Такого количества зрителей одновременно, да еще и под крышей. Я, честно говоря, никогда не видел. Но, с одной стороны, это являлось еще неким таким дополнительным стимулом, потому что мне такая атмосфера, честно говоря, нравится. И вообще голландская публика очень благодарная. Они болеют не только за своих. Ziet er goed uit. Gaat die bocht in.
blijft goed. Hand in evenwicht. Nu weer terug bij. Dit is de echte Vergeer. Kata. Fantastisch. 33, 34 seconden. 35, 36. Eindtijd. 37, 79. Vergeer. 37, 79. Verliest een halve seconde ten opzichte van Guljajev. Als hij een top is, zeker in die tijd, dan kom je echt met de beste mee. En nu al gelijk een halve seconde betekent dus 5 seconden per 5 kilometer. Dat is al vrij veel, zeker ten opzichte van Guljajev. Kiteba stond in eerste instantie als reserve opgegeven voor de Koreaanse ploeg hier. De te kloppen tijd is 37,24. Kiteba, 37,04. Jawel! Dat was trouwens wel leuk, want hij had hier de bijnaam Bakkite. Dat klinkt dan wel leuk natuurlijk. Andersom gezegd, Kiteba, Bakkite. Wat een mooie man! Ik had het al gelijk gezien, naar de wc gaan, dat wordt niks. Dus ja, het aantal keren dat we onze behoefte hebben moeten doen, dat hebben we in een koffiebekertje gedaan. Oh ja? Ja, dus... En hoe ging het dan precies in zijn werk? Ja, dat koffiebekertje werd nog wel eerst leeggedronken. Dat laat ik dat voorop stellen. En daarna dan ging er een soort programmaboekje overheen. Pieter hielde met mij het programmaboekje eroverheen, want zo discreet waren we natuurlijk wel. Ja, en zo deden we onze behoefte. En daarna werd achterloos de urine een beetje over de volgende trein wat hier uitgekieperd. En zo deden we onze behoefte de hele dag. Als dit bestaat. Hier lag allemaal boommateriaal, oliedrums, stijgenmateriaal, kalkzandsteen. Op een gegeven moment zagen de jongens ook, die zagen mensen lopen met balken, met stenen. En dan zeiden ze tegen mij via de padoerij, wat moeten we ermee? Ik zei, laat ze lopen, laat ze maar een tribune erbij bouwen. Je wilt mensen binnen hebben en je wilt die mensen die sport laten beleven. We hebben hier een oliedrum bij de paal gezet. Hier een oliedrum. Kalkzandsteen omgekeerd, dat de bodem van die oliedrum boven zat. Kalkzandsteen erop. Dat was ongeveer 1,50, 1,60. Twee stijgerplanken erboven. Nou, en toen elkaar erop geholpen. Sowieso gingen we nooit echt, echt op een tijd weg. De strategie was eigenlijk altijd hetzelfde van eerst de fameuze uitspraak van Henk, zeg maar, in gesprek met het ijs komen. Wat min of meer betekent, je gaat gewoon eerst rijden op het tempo waarvan jij denkt van nou, dit is het tempo wat ik vandaag aan kan. En daar komt vanzelf rondetijd uit en daarmee pak je een schema op. En dat de wedstrijd altijd begon na 3 kilometer. Ik weet niet hoe het bij u in de huiskamer overkomt, maar dit heb ik zelden meegemaakt, dit geluid bij staat. Ik weet nog wel te herinneren dat ik tegen mijn Daaf zei van, we zijn nog een dak op, maar als we zo doorgaan, dan zit er straks geen dak meer op. Ja. 3:01:14. Anderhalve seconde onder het wereldrecord. Dit is nou echt een race die gewoon heel goed loopt. Waarin je op een gegeven moment in een trance komt, niks meer voelt, niets meer hoort, helemaal afgesloten aan het rijden bent. Ze breken de tent nu af hier al. Daarnaast in een vol stadion wat nieuw was, wat ontzettend veel geluid maakte. En wat echt als een soort puls op me afkwam, zeg maar, als een muur van geluid wat in en uit aan en aanswelde en weer wegging. En dat was heel bijzonder, zonder dat ik nou helemaal meekreeg, zeg maar, van wat er gezegd werd. Het was gewoon herrie, geluid, een muur. We hadden een zitplaats, maar iedereen stond. Ja, en niemand... Ja, het was grandioos, grandioos. Ja. Ik hoor jullie ook op jullie eigen beelden, iedere ronde steeds... Met opwinning prijzen. Ja. Ik moet me eigenlijk een beetje schamen, maar dat doe ik toch maar niet.
Dus als Leo dan hier deze bocht uitkwam, dan zag je dat het publiek kwam helemaal voorover. En nou, toen zeiden we dus wel eens achteraf tegen elkaar, tot op die momenten, toen dachten we nog wel eens terug aan dat Heyseldrama dat toen in het Heyselstadion een aantal jaren daarvoor plaatsvond. Wij hebben ook mensen, kleintjes, die aan, helemaal vooraan stonden, die hebben we over de boarding heen getrokken, hoor. Die hebben we eruit gehaald. Leo Visser kruist over Guljajev heen. En die geeft de Rus nu een ongelofelijke opdonder. Door alleen over hem heen te kruisen nu. En Leo, als je dit kan vasthouden, man, wat rij je dan goed. Kijk eens, rijdt ineens van hem weg. Nou, ik had al een doemscenario in mijn hoofd van als het... wij stonden natuurlijk redelijk vooraan. Dus stel dat er echt iets, een grote calamiteit zou gebeuren. Ja, dan zouden we onszelf over dat boord heen laten vallen, hadden we tegen elkaar gezegd. En als we naar voren waren gevallen, dan... ja, wij waren denk ik wel zacht gevallen in de menigte. Maar dan had je die stenen en de oliedrums, alles naar beneden gehad. En, maar ja, het was sowieso niet veilig, want het hele stadion... ik denk dat er 6.000, 7.000 mensen te veel in zaten. Was het onverantwoordelijk wat je eigenlijk achteraf gedaan hebt met die tribune? Ja, dat was wel onverantwoordelijk, ja. Maar we wouden graag schaatsen zien, dus ja. Goh, jongens, die hadden wel door je kunnen vallen. En ja, zelf in mijn eigen cocon, zeg maar, was ik daar mijn wedstrijd aan het rijden, die fantastisch ging. En daar gaat Leo. Wat heeft hij nog over nu? Wat kan hij nog? 6:49:15 staat op naam van Victor Sasje. Het is net of hij het weet. Maar het is ook vermoeidheid. Het doet pijn, dat lichaam, die benen, alles protesteert. Maar daar gaat hij. 6:49:15 was het. 6:47:01 is het. Enkele seconden daarna zei de speaker, annonceerde de speaker in de hal dat het geluid wat toen tijdens de rit werd geproduceerd door het publiek. Het geluid van een straaljager die opstijgt. Niet door de geluidsbarrière gaat. Ja. Het is onvoorstelbaar, maar echt waar. Op een gegeven moment zag de hal echt helemaal blauw. Aan het eind van de middag, je was net mistig. Het was alleen van de rook. Alleen van de rook, ja. Het is onvoorstelbaar. Alsof er mist hing in het stadion. Ja. Ja. Als je dat nu ziet, met hoe er tegenwoordig tegen rook in openbare gelegenheden wordt aangekeken, dan kun je niet voorstellen, zeg maar, dat er toen inderdaad gerookt werd tijdens een sportwedstrijd in zo'n hal. Nou, het gejubel breekt los en zal niet aflaten, mag ik aannemen. In deze rit van Vergeer, die in Kallenstad een tegenstander heeft, waarvan je kunt zeggen dat het een goede tegenstander is, omdat hij zo'n goede 5 kilometer kan rijden. Maar misschien een verkeerde, omdat hij te sterk is voor Rijn en hij moet zich niet forceren, zijn eigen race rijden. De opening 19-3. Ja, dat is de snelste tot nu toe. Het ijs was al flink aangeslagen. Hij was favoriet. Ik wilde één ding, ik wilde dat wereldrecord rijden. Ja. En Henk zei, ja, maar let nou op, dat kan niet. Want wat daar voor je neus ligt, dat kan niet. Die baan is wit. Henk zei het al. Dat de omstandigheden anders waren en dat ik daar rekening mee moest houden. En ik was natuurlijk niet optimaal, maar ik wilde heel graag. Want dat wereldrecord, dat vreemd was, ja, dat kon ik ook. Ik was de kampioen. Kom op, Hein. Ai. Ja, dit kost moeite. Dit gaat pijn doen. 4200 meter inmiddels. Karlstad loopt weg van onze landgenoot. 5:44:03. En het is zwart sneeuw. Je hoort alleen maar een muur van geluid. En inderdaad, die een op de achterste rij, die hoor je nog wel letterlijk zeggen wat hij over je denkt. En voor de rest is er niks. Het is leeg. Je reageert niet meer goed. Je pakt je coördinatie niet meer en alles brandt. En... Oh, Hein heeft het verschrikkelijk moeilijk. Die gaat helemaal in elkaar. Toen aan het eind van die 5 kilometer
werd hij, en nogmaals, ik krijg er weer een beetje kippenvel van, werd hij uitgefloten. Een man die de schaatsliefhebbers zoveel plezier heeft bezorgd. En dan ineens, als het wat minder gaat, werd uitgefloten door zijn eigen... Ja, dat vond ik een dieptepunt. Dat doet wel even zeer. Ja. En natuurlijk, de verwachting van het publiek is hoog. En het is een teleurstelling van het publiek. Of het terecht is dat ze jouw sport eruit fluiten, is een tweede. Maar dat doet wel heel erg pijn. Misschien had het ook wel een beetje mee te maken met misschien het bravoure-mannetje wat een hoop mensen mij wel vonden. Ik heb altijd gezegd wat ik dacht. Het is niet te geloven. Het is echt niet te geloven. Nou, het is hier misschien vandaag niet te zien en voor de camera's niet. Maar wat er gebeurde, het ijs sloeg per rit al verschrikkelijk aan. En dat was ook op de 500 meter al te zien, dat het na een bepaalde tijd het ijs aansloeg. En op dat moment moest de scheidsrechter beslissen dat hij eerder ging dweilen voor de 5 kilometer. Nou, alle coaches stemden voor na 3 of 4 ritten. Maar onze eigen scheidsrechter, meneer Griesjes, die besliste dat het na 5 ritten werd. En bedankt voor die man. Godzie. Nou, sorry. Ja. Dat zou ik niet zeggen. Maar dit is niet te geloven. Het kost je gewoon een kampioenschap. Je kan altijd een ander de schuld geven. Altijd, heel veel mensen vinden zichzelf ontzettend zielig. Je bent zelf medeverantwoordelijk voor hetgene wat er gebeurt in je leven. En dat heb ik er wel heel erg van geleerd. Ja. Samenvattend, na zo'n 5 kilometer, moet ik zeggen dat ik inderdaad eigenlijk een betrokken toeschouwer was, maar eigenlijk helemaal geen grip op Hein Vergeer had. En dat is een hele verdrietige constatering, tenminste voor mij verdrietig. Want hij maakt fouten en dat kan niet. Zo kun je geen wereldkampioen worden. Nou, als ik nu terugkijk naar het moment van toen, is het onwijs belangrijk leermoment in mijn leven geweest. Je gaat verkort door een gebeurtenis heen en met je leven gebeurt er iets waar anderen misschien wel hun hele leven over doen. En verwachtingen die je hebt en de hoop die je hebt en je achterhoofd weten dat het misschien niet helemaal kan. En de omstandigheden die het niet toelaten en dan toch denk ik moet het maar doen. En dan ontzettend hard onderuit gaan. En daar hebben we heel erg van geleerd om je kwetsbaar op te stellen. Het publiek schreeuwt om Leo, want dat is de held vandaag natuurlijk. Maar deze feiten spreken duidelijke taal. Guljajev leidt de dans naar de eerste dag en heeft een gat geslagen van je welste. Daar zal Leo Visser normaal gesproken niet aan kunnen komen morgen. Je hoorde gewoon aan de sfeer in het stadion dat er van alles aan de hand was. En dat heel goed gepresteerd werd. Maar ja, ik heb er niks van gezien. Ik heb het gewoon niet gezien. Ah, ik vond het een geweldig evenement. En helemaal omdat ik zelf ook schaats en dan die tijden en die snelheden te zien is onvoorstelbaar. Maar ik denk, die zondag gaan we niet meer hierheen. Want ik wil ook dat schaatsen zien. En ik heb de sfeer meegemaakt, maar ik was ook bang dat ik die zondag niet meer naar binnen zou kunnen. In de loop van de dag had ik al aangedragen van, zouden we op het platte gedeelte achter de staantribune geen bijbouwtribunes kunnen maken? Dat is hier waar we nu staan. Waar we nu staan en ja. Dat je daar wat kan. Ik heb niet spullen in elkaar gezet, maar ik heb wel geholpen met de balken en met buizen naar boven te sjouwen. En je moet het met elkaar doen. Ja. Hoe laat was u thuis? Ik denk een uur of 2:30 s'nachts. Nou, dat was een verrassing. Je komt binnen en met de spanning waar je mee binnenkwam van hoe zou het nu zijn? Nou, de mond viel open van verbazing, want je ziet in één keer een hele grote zittribune staan op de staanplaatsen. En daar was plek. Dus hupsakee, meteen wij daar een heel stuk ingenomen van die zittribune met de hele groep die wij hadden. En vanaf dat moment zaten wij met een heel mooi uitzicht op die baan en het mocht beginnen. Die rit van Kujajev, die vergeet je nooit meer. Die ging van start of die een 500 meter moest rijden. Hier rijdt de aanstaande wereldkampioen Guljajev. Met lengtes de sterkste allround schaatser van dit seizoen. Hij bewees het in Trondheim. Hij onderstreept het hier in Heerenveen. Wat een tijd. En hier komt een tijd
Mensen, 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 dat is toch ongelooflijk. Kijk nou even. Wereldrecord 1,52,70. Niet te geloven. En wat zijn die Russen blij. Kijk naar de coach Vasiljevski. Kijk naar Guljajev. Oi, 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 oi. Wat een succes voor die mannen uit de Sovjet-Unie. Это явно видно, я так не надо пересматриваю запись. Волю чувствую, я дал именно после дистанции 1,5 километра. За что, кстати, в те времена Советского Союза получил замечание от руководителей нашей коммунистической партии региона, что, наверное, советскому гражданину не подобало себя так вести. Dit was de kampioen. Ja, hij werd ook toegejuicht op de Nederlander was. Ja. Ik zie hem daar nog in die bocht. Dat was die bocht. En dan ging hij zo door die bocht heen. Ja, hij vond zichzelf ook geweldig. Ja. Want die jongens hadden dit ook nooit meegemaakt, zo'n publiek. Het was allemaal nieuw, hè? Het was allemaal nieuw voor iedereen. Kijk, in de scorebord 1 was een Rus, 2 was een Rus en 3 was een Rus. Nou, de Nederlanders kregen schaatsles op. We zijn weg. En wat staat er dan op het spel? Nou ja, dat is moeilijk te vergelijken. Dat doen we, hebben nog maar één rit gehad. Leon Visser zou in ieder geval 3 3/10 seconden sneller moeten rijden dan Rolf Falk Larsen. Om de Noor in het eindklassement in ieder geval voor te blijven. Weet je nog wat ze zongen voor je? Nou, ik heb een hele makkelijke naam natuurlijk. Leo, Leo. Leo, Leo, ja, en dat... En dat kan door dat hele stadion. Bijna 20.000 mensen. Nou, en dat golfde rond natuurlijk. Ja. En daar gaan de armen los. 14-12-14. Dat is het wereldrecord van Duile Karelstad. En daar gaat Leo Visser een aanval op doen. Gisteren werd die wereldrecord gehouden op de 5 kilometer. Kan hij die stunt vandaag op de dubbele afstand herhalen? Het zou een ongelofelijke prestatie zijn. Hij komt er heel dichtbij. 14-12-14. Dat is het wereldrecord. En hij gaat het halen. Na de rit van Leo Visser was er een dweilpauze. Nou, die dweilpauze duurt tegenwoordig 1 kwartier 20 minuten, maar toen een half uur. En dat betekent dat een half uur lang was het één groot feest hier, hier in het stadion. Later, dat was de rit daarna, startte Karlstad en die brak dat wereldrecord opnieuw. Maar die werd ook toegejuicht alsof het een Nederlander was. Maakte het totaal niet uit. Men was blij met het wereldrecord van Leo Visser, maar men was even blij met het wereldrecord van Karlstad. Weet u nog de eindrangschikking? Ja, die weet ik nog wel. Guljajev won. En Bozjev was voor de derde keer op rij, was hij tweede. Hatschiev derde. Leo Visser 4 en ik dacht Kempis 5. En hij Vergeer 10 en Krajebos 14. Ja, ik weet het eigenlijk zeker. zo was het, Dat was totaal ontgoocheld. Want nogmaals, we praten over het begin en wat ik had verwacht en hoe ik wilde doen. Ik wilde gewoon meedoen en winnen. En dan zal het soms gebeuren dat je dus net niet de eerste plek haalt. Maar geen podiumplaats bij een allround toernooi. Dat was totaal, totaal verwarrend. En het vreemde is, we zouden nu zeggen van de Nederlanders hebben gefaald. Met een 4e-5e stek. En toen waren we dol en dol enthousiast voor die 4e-5e plaats. Op de staantribune gebeurt het. Daar is de heat om, zeggen ze dan. En het Russische volkslied werd gespeeld. En een aantal mensen zetten dat in. Van hoi, 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 hoi. La, 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 la. En op een gegeven moment, dat ging van lieverlee door heel de tribune.
En op een gegeven moment zaten met 18.000 man het Russische volksvliet mee te neuren hier. Ja, dat... Eindelijk, voor mij was dat het grootste kippenvel van het hele toernooi. Ik denk dat de helft van de kerels, allemaal grote volwassen kerels, zag je allemaal een traantje wegdrinken, ja? Ik heb ook staan te janken, ja? Je begrijpt niet waarom, maar dat was zo'n emotioneel moment. Ja, dat was geweldig. Dat was zo'n mooie ervaring, dat Russische volkslied. Такие вещи, честно говоря, на всю жизнь, они очень памятны. И поверьте, я ценю их. En zo eindigde het schaatsfeest met 7 wereldrecords en 93 persoonlijke records. Er vielen geen dodelijke slachtoffers. Tot zover Andere Tijden Sport. Voor meer over ons programma gaat u naar nos.nl/AndereTijdenSport. Daar kunt u al onze uitzendingen terugzien. Volgende week in Andere Tijden Sport, Heia Jan Bos over de eerste Nederlandse wereldkampioen sprint. Met dank aan een aluminium plaatje van 3 mm dik. 10:15, Nederland 1. Goedenavond. Jan Bosse, ja, daar al wat gebaar. Geweldig! De vuist. Ja.